straks terugsturen voor reparatie. In mijn ochtendritueel. Food is ready! Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuwe vlog op het YouTube kanaal. Amai, ik ben zo moe dat ik nog niet in mijn woorden geraak. Het is nu 7:30 ongeveer, ik ben net opgestaan. Want vandaag is weer gewoon een werkdag. Maar ik neem jullie even mee in mijn ochtendritueel en dan weten jullie wat ik 's morgens allemaal doe binnen het uurtje voordat ik naar het werk vertrek. Zo, ik heb een lekker douche gepakt, mijn haartjes liggen in de plooi en nu is het tijd voor mijn ontbijtje en dan kan ik daarna naar het werk vertrekken. Als ontbijt eet ik altijd havermout. Ik doe er altijd een beetje smaak bij. Vandaag heb ik gekozen voor honing en een beetje kaneel erop gedaan. Soms doe ik het, of ja, meestal eigenlijk met rode vruchten, dus ofwel woudvruchten of aardbeidjes, rode besjes, zo van die dingen. Ik drink ook altijd een shake erbij, proteïneshake. Vandaag heb ik choco als smaak. En dan daarnaast, omdat ik sportief ben, neem ik ook altijd een multivitamine. En misschien weten jullie, daar heb ik vaak problemen met duizeligheid. Dus dat is een pilletje tegen mijn duizeligheid en mijn evenwichtsorgaan. Meestal heb ik mijn gsm altijd bij het ontbijt. Dan kijk ik zo'n beetje wat mijn meldingen na. Of kijk ik YouTube filmpjes om mij bezig te houden tijdens het eten. Ik neem ook elke dag een paar tussendoortjes mee naar het werk. Ik heb 2 mandarijntjes, een proteïnekoekje voor tussendoor, een shake neem ik nog en rijstkoeken. Ik heb geen middageten bij vandaag, maar dat wordt waarschijnlijk iets bestellen. Zo, ik ben helemaal klaar om naar het werk te vertrekken. Thalisa gaat jullie voor de rest van de dag meenemen vandaag, dus ik zie jullie straks weer. Tot vanavond! Goedemorgen iedereen! Ik denk aan de beelden te zien dat Sam deze morgen al iets heeft gefilmd. Ik ben niet heel zeker, maar ik denk dat dat van deze morgen is. Dus ik ga jullie ook nog eens welkom op ons YouTube kanaal heten. Ik ben op. Het is bijna 9:30. Ik probeer echt vroeger op te staan door mijn wekker deze morgen om 8:30 te zetten. Maar eerder dat ik er dan uit ben is 9:00 en ja. Als jullie tips hebben om vroeger op te staan, let me know. Ik ga eerst ontbijten. Ik ontbijt met mijn lemon water. En dan ga ik dit maken. Zo, die crackers. Met avocado, pompoenhummus, kaas. I know, dat is niet zo goed eigenlijk. En kerstomaatjes en peper en zout ga ik ook nemen. Wat ik ook nog trouwens wil zeggen, ik weet niet wanneer dat deze vlog online komt. Als alles goed gaat, komt deze zaterdag online. Als het tegenslaat, dan komt deze maandag, denk ik. Want mijn camera, waar ik nu om aan het filmen ben, is eigenlijk stuk. Het klepje waar de batterij en de SD-kaart zitten gaat niet meer toe.
Dus nu heb ik dat gans met kartonnetjes ertussen gestoken en zo, dat dat terug toe gaat. En met plakband opgelost. Maar ik heb nog garantie bij Coolblue, dus ik heb gevraagd om die terug te sturen. Dus ik ga deze doos en mijn camera straks terugsturen voor reparatie. Dus ja, ik weet niet hoe het gaat gaan. Celine en Nick zeiden dat dat best wel snel ging. Het is woensdag, dus ik hoop niet dat dat vrijdag al klaar gaat zijn. Want dat gaat er morgen waarschijnlijk pas aankomen. En dan zal dat wel pas volgende week klaar zijn. Dan komen er zaterdag en zondag, die geweest zijn, geen vlogs. En dan is deze vlog op maandag. Ik dacht, dan sla ik me gewoon het weekend over voor een keer. En dan op maandag. En in de hoop dat ik maandag mijn camera terug heb en een vlog voor dinsdag kan maken. Maar dat weet ik niet. En anders ga ik met de gsm of zo doen. Ik weet het niet. Dus bear with me dat mijn camera snel gemaakt is. We zijn ook aan het kijken voor een tweede te kopen. Dus we gaan zien als we dat vinden. Maar ja, dat kost natuurlijk ook allemaal geld en zo. Maar aangezien dat we toch met twee vaak vloggen, is dat wel een oplossing. Want Sam vlogt ook vaak op zijn gsm. Het is ondertussen 10:30 en ik ga weer trekken naar de fitness. Ik denk ook dat ik rechtstreeks van de fitness naar kantoor ga. En dan rechtstreeks van kantoor naar mijn huis in Spurk in Bilte. Want ik ga met papa een deel verhuizen. En mama komt ook, denk ik. We gaan een paar kasten verhuizen. Dus het wordt een busy day. En ik ga weer pas deze avond kunnen douchen, gok ik. Ik wou eerst na de fitness even terugkomen, maar dan kan ik niet lang fitnessen. Dus ja, ik ga gewoon stinkend gaan. Het is niet erg. Dit is mijn outfit voor de fitness. Ik heb de chill time jogging aan van Totally Too. Terug van de fitness. Ondertussen 12:00, dus ik heb niet heel lang gefitnessd. Ik ga nu snel eten maken. Ik dacht ik kom iets vroeger terug, dan kan ik toch nog snel eten maken. Maar mijn omkleden of zo ga ik niet doen. Ik ga zo blijven. Ik moet toch straks douchen. En ik heb niet super hard gezweet, dus. Ik heb het in een bakje gedaan, want als ik dat niet opkrijg op tijd, dan kan ik dat meenemen. Ik heb dus witte rijst, groentjes, dat is rode paprika, gele paprika, courgette, 3 champignonnen of zo die ik nog over had, en tomaatjes. En dan heb ik een halve avocado, aangezien dat ik geen vlees of geen zalm of vis of zo in huis heb, neem ik de avocado. Yummy, en een groene thee. Voor na het eten. Are you okay? Yeah, I'm fine. Been trying to get a hold of you all night. We haven't talked in months. But that's alright. Was wondering if you wanted to go for a drive. I just need some. Oeps, daar ging één pakje. Maar alle pakjes zijn gemaakt. Nu is er nog één pakje wat ik moet inpakken. En dat is dit pakje. Dus de camera gaat weg. Hè. Camera gaat weg. Ik ga hem inpakken. En op de post doen. Ik weet niet wanneer dat ik jullie terug ga zien. Ik hoop gewoon zaterdag, anders dinsdag. We zullen zien. Maar ik zal jullie alleszins op social media
up-to-date houden op Talisan TV, de Instagram pagina of de Facebook pagina. En op @talisalo, mijn Instagram account. Daar ga ik jullie up-to-date houden als ik een nieuwe camera heb. Of ja, een vervangtoestel krijg ik sowieso niet. Er zijn natuurlijk ook niet zo heel veel mensen die als ze een camera binnen doen een vervangtoestel nodig hebben. Omdat ze elke dag vloggen zoals mij. Maar ja, het gaat raar zijn om nu zo niet te vloggen als ik geen camera heb. Maar we zullen zien hoe het gaat gaan. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker thumbs up. Doe ook thumbs up zodat ik zeker een nieuwe camera heb. Of mijn camera heel snel gemaakt is. Ik hoop het echt. En ik zie jullie hopelijk morgen.